Ik vind vooral chocolade in harde gerechten is eigenlijk altijd een uitdaging. Natuurlijk, als je klassiek kijkt naar koken met chocolade, dan denk je vooral aan wild en hele mooie pure chocolade. Maar deze chocolade, daar kan je meer kant mee op. En dat maakt het wel uniek. Kijk, als ik iets doe, dan wil ik soms ook wel een keer out of the box denken. Ik ga niet altijd geëikte pad ga ik op. Dus voor mij was het wel vooral een uitdaging om een soort hartig hapje te maken met ruby chocolade. Natuurlijk, met desserts kan je alle kanten op, maar vooral het hartige verhaal was voor mij wel een uitdaging. En natuurlijk zoek ik dan ook wel de link met eventueel een mooi Zeeuws product. Dus ik was eigenlijk al op zoek naar een mooie Zeeuwse gerookte paling. Die lichte rooktoets in combinatie met dat frisse, maar toch die rode vruchtenaroma's daarin. Dat was wel even een zoektocht, maar uiteindelijk ben ik toch wel naar iets toegeroeid dat een uniek hapje is.